Marino Pušić, aan de vooravond van het seizoen. Ja, zal iedereen zich vooral afvragen van hoe staan jullie erop? Ja, best om dat uit de mond van de trainer te horen. Hoe we ervoor staan, ten aanzien van een aantal aspecten, prima. En dan heb ik het voornamelijk over conditionele stuk en ten aanzien van duidelijkheid in de spelwijze. Zoals je weet, het was een turbulente periode geweest voor ons in de afgelopen paar weken. En die periode is nog niet afgesloten, want onze selectie is net aangevuld. En we verwachten nog wat ontwikkelingen op de transfermarkt. Dus ook een samenstelling van selectie is een volle gang nog steeds. Dat betekent wel dat wij ten aanzien van ingespeeld zijn en een aantal automatismes, et cetera, ja, dan nog wel een stap in kunnen maken en moeten maken, maar dat is ook logisch. Maar als ik praat over bereidheid, over discipline en over de wilskracht van mijn spelers, dan ben ik daar heel tevreden over. En daar hebben we keihard aan gewerkt in de afgelopen periode, met degenen die aanwezig waren. Even kijkend naar deze divisie, heb je daar al een beetje een beeld van kunnen vormen, wat jullie kunnen verwachten dit jaar? Nou, dat is best lastig voor de eerste divisie altijd, hè. Zeker dit seizoen. Ik heb begrepen van mensen dat het eigenlijk de sterkste eerste divisie is in de geschiedenis van het bestaan. Dus dat maakt hem ook interessant, boeiend, maar tegelijkertijd ook heel erg lastig. Wat we daarin kunnen verwachten, je ziet wel dat er een zogenaamde top, de clubs die mensen verwachten dat ze in de bovenin gaan draaien, vrij groot is en breed. Dat maakt hem ook interessant. Maar de hele eerste divisie is eigenlijk een onvoorspelbare competitie. Waar echt iedereen van iedereen kan winnen. Dus daar zijn absoluut geen makkelijke tegenstanders. Even iets specifieker dan meteen naar de tegenstander van morgen, Sparta. Kun je daar al een beetje een beeld van vormen? Dat is natuurlijk ook lastig. Je kunt nog geen wedstrijden waar je hen aan kunt staven nu. Precies. Ze hebben ook veel wedstrijden in de voorbereiding gespeeld. En die hebben wij uiteraard bekeken. Dat is wel een club die zich op tijd versterkt heeft en selectie op tijd klaar heeft gehad. En langdurig met dezelfde selectie eigenlijk nu aan het werken is om al die automatismes in te slijpen, et cetera. Dus wat dat betreft hebben ze echt een aantal weken voorsprong op ons. Dus ik zie hun eigenlijk als een serieuze kandidaat. Absolute favoriet, beter gezegd, ten aanzien van de transfermarkt en de tijdstip wanneer zij klaar waren met de samenstelling van selectie. Maar neem niet weg dat wij ook ambitieus daarin blijven en keihard gaan knokken voor elke millimeter. Ja, want je zegt het eigenlijk nu al een beetje, maar je betitelt hen als favoriet eigenlijk. Wat kunnen jullie daar dan tegenover zetten om dat wat weer gelijk te trekken? Maar elke wedstrijd begint dan met een belangrijkste uitgangspunt. En dat is je instelling en bereidheid om voor elkaar met elkaar te werken. En dat heb ik gezien bij mijn team tot nu toe. Dus dat is een vertrekpunt. En de rest moet de wedstrijd uitwijzen.